Kassie kijken met Ron Vergouwen. Ja, u hoorde het net al. Nieuwsuur heeft besloten om het format, de programmaformule, wat aan te scherpen. De NOS stuurde een groots persbericht uit. Maar ik moest toch echt even zoeken naar de verschillen. Ja, of je moet het nieuwswaardig vinden dat Marielle Tweebeke gelijk na de begintune nog even snel naar haar desk moet toerennen. Met je tempo, Marielle! Goedenavond. Het is een belangrijke stap. Ja, en de nieuwslezer en sportpresentator van Nieuwsuur staan nu zo'n pakweg 380 meter bij de centrale presentator vandaan. Gezelliger is het er niet op geworden. Veranderingen zijn niet altijd verbeteringen. Deze week begon Back to School. Dat is een kennisquiz met Boven en Verdorens voor kinderen. Nu hadden we al de nodige kinderquizzen gehad, maar hier strijden de kinderen tegen volwassenen. Hoe noem je een rijstakker die met behulp van irrigatie onder water wordt gehouden? Sawas. Dat is goed. Yes. Goed gedaan. Ja. Hoe heet dit supercontinent van waaruit alle huidige continenten ontstaan zijn? Pangea? Nee. Het is goed. Nee. Ja. Hoe weet je dat, hè? Tjonge, wat een wijs kind. Ja, eigenlijk kun je als volwassen hier alleen maar verliezen. Want als je wint van een kind, zegt iedereen, dat is logisch. En als je verliest, ben je gewoon heel erg dom. Maar goed, dit programma geeft best een leuke draai aan een al bekende formule. Een programma dat binnenkort ook op de schop moet, is RTL Boulevard. Vanaf het najaar gaat de rubriek uitzenden vanaf het Leidseplein. Maar of dat nou helpt? Misschien kan er beter wat gedaan worden aan die belegen Zet Gaikema-grapjes van Albert Verlinde. Dat er ook een programma is waarin hulphonden getraind worden om een vliegtuig te besturen. Oh. Krankzinnig. Dat er echt een programma ontwikkeld om dat te doen. Ja. Dat is kan eigenlijk. De beurs waar het altijd weer kan. Je wordt afgeblaft door de piloot dus. Meteen snuit. Ja, Peter R. de Vries kan er ook wat van. Weet je wat nou eens echt vernieuwend zou zijn? Goeie grappenschrijvers. Die kunnen ze trouwens ook wel gebruiken bij die nieuwe satirische poppenserie Wat een poppenkast op SBS6. Nou ja, satirisch, het is meer een plastic versie van de tv-kantine. Dames en heren, ik, Johan Derks, heb nu toch een belangrijke transfer te melden. Ik krijg eindelijk de kans om verhalen te vertellen waar ik bij mijn voetbalcollega aan tafel nooit aan toe kom. Ik heb wel merken dat jij thuis 5 dochters rond hebt stuiteren. Je begint zelf ook steeds meer op een 5 te lijken. Ik zie je barsten! Ja, knap gedaan hoor, die spitting image-achtige poppen. De stemmen, die lijken ook wel prima. Maar het zijn de zoveelste imitaties van weer diezelfde BN'ers met niet grappige dialogen. Maar ja, voor politieke humor moet je ook niet bij SBS zijn. Dan kom je niet verder dan Rutte en Wilders die dit soort teksten tegen elkaar zeggen. Na het correspondence dinner heb ik de smaak te pakken. Dat gepoffeld, ik had dat tot. Nou, die stemmen lijken voor geen meter. SBS is trouwens ook bezig om lingo weer te laten terugkeren op de buis. Maar ja, daar zal ook wel een SBS-sausje overheen komen. Misschien zoiets? Naaien. N-A-I-E-N. Diarree. D-I-A-R-E-E. Poeper. P-O-E-P-E-R. Tampoe. Tampoe? Dat is een scheet. Is dat een scheet? Ja. D-A-M-P-O-E. Tampoe, ja! Tja, en dan laat ik het nieuwe ballenspel van de SBS-versie nog maar even buiten beschouwing. Ja, de tv-geschiedenis heeft het wel vaker bewezen. Af en toe een format ietsje aanscherpen kan geen kwaad. Maar veel vaker nog heeft het echt een averechtse uitwerking. Kassie kijken met Ron Vergouwen.